Jongens, hoe run je in vredesnaam een gaming website? Het is een vraag die we vaak stellen. Ik dacht dat Tom hier was. Waar is Tom? 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 Huh? Oh, ben je boven? Ja. Zit ik te vloggen? Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's. Heel veel persstrips. En onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Hoe run je in vredesnaam een gamingwebsite? Het is een vraag die we eigenlijk elke week stellen. Maar ja, er komt er weer een Koningsdag tussen. Is een van de zuipavond. En dan kom je weer niet tot de essentie, tot de kern. Hoi Tom. Hoi. We hebben de vraag nooit beantwoord hoe je een gamewebsite runt. Jawel, dus Mijn intro was beter, want ik zei gewoon ik weet het niet. Nee. Dus dan is dat ook eerlijk. Peter maar weet het ook niet, maar die zegt het niet. Hij doet alsof hij het weet. Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Serieus, hoe doe je dat? Nou, maar ik wilde wel even uitleggen wat er op maandag allemaal gebeurt vandaag. Want op maandag gebeurt er zo fucking veel. Weet je wat we vandaag allemaal gaan doen? Ik dacht 5 gamers net Gears opnemen. Ja, gaat niet lukken. Nee, oké, jammer. We moeten vandaag de vlog editen. Dat is al gebeurd. We moeten een gear opnemen. Dat is gebeurd. Misschien nog een keer opnemen. E-sports nieuws opnemen. Oh, Hot Coffee Show opnemen. Aftermovie van Dutch YouTube Gathering editen. Oh ja, ja. En nog een keer editen. Het komt eigenlijk allemaal aan op de maandag. En Gamersnet livestream vanavond. Ja, oh ja, ja. Dat is hobby, dat is plezier. Ja, maar ook wel de aankondiging. Ja, ook nog. Dat is moeilijk jongen zeggen van hé, nee, wat zal ik gaan spelen? Nee, een Photoshopje. Ik luister naar jou. Oh, ik wil dat Photoshopje, ja. Ja, klopt. Dat is ook tijd. Dus dat doen we eigenlijk op maandag. Veel, hè? Het is zoveel. Maar dan weten mensen nog steeds niet hoe. Dan weten ze alleen wanneer. Maar dan weten mensen nog steeds niet van hoe gaat dat nou. Wil jij dat uitleggen? Nee. Oké, doei. Doei. Nou, Michael en ik zijn dus in... Hi. Wat is Michael? Hi. We zijn dus in de macro. Het wordt de mussen vallen van het dak van de week namelijk. Als de vriendendag is. Bij GLHQ. Vind je mijn haar te netjes? Dat kreeg ik vandaag te horen. En anyway, dus nu zijn we op zoek naar parasols en zo. En strandspellen. Zullen we strandspellen kopen? Dat vind ik wel echt heel leuk. Kijk, vorige keer was het Nerf Gun Extravaganza op de GNSG. Maar nu wordt het dus heel warm weer. Dus ik zit dus te denken om waterpistolen mee te nemen. En strandspellen. Want hier hadden ze volgens mij... Oh, vet! Jumbo badminton set. En ik kan ze ook gewoon een zwembad meenemen. Dat is ook wel vet. Neem maar gewoon een zwembad mee. Hier hebben we allemaal spellen van... voor op het strand. Best wel vet. Wordt volgens mij best een leuke dag. Nou, op de mooiste afdeling van de macro, namelijk de booze afdeling. Goeie whiskies. Prima, 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 prima. Lekker hoor. Dudes, guys, gasten, het is tijd voor de vriendendag. Hoe vet is dat? En je denkt, hoe film je dit? Nou, ik film dit met een selfie stick die ik heb gekregen van Marijn. Daar staat hij. En het is sowieso hallo allemaal. Zeg hallo. Hallo. Hey. Ja, dit is een roze selfie stick, super vet. En we krijgen allemaal cadeautjes en dat is echt heel tof. We hebben van Sjouke, Sjouke komt uit Hoge Noorden, hebben we Friesland slukje gekregen. Ik zeg het helemaal op zijn Scandinavisch, maar maakt niet uit. En ik kreeg een tripod voor mijn iPhone en een comics van F. de Mos. Wacht even, comics. Star Wars comics en wijn, echt fucking lekker. En Tumtums, dus één groot feest. Kortom, het wordt een vette dag. Hier gaan we nog veel meer zien, denk ik. Ah shit, die was mis. Ah, hij ging op het schieten, is ook niet aardig. Gewoon schieten. Lukt je wel. Ik heb verweer voor je gekocht. Ah, nice, ik heb een gun gekregen. Ook mooi. Echt super vet. Kijk, zo staat op het grasveld voor de GLHQ. Ze zijn nu zelfs sportief aan het doen met de jongens. Jongens zijn zelfs sportief nu. Er wordt niet gegamed, er wordt gewoon gevoetbald. Dus papa's en mama's, dat doen we ook. Ja jongens, staat erop. Kunnen we naar binnen? Nou jongens, we zijn toch een mini bingo aan het doen. Ja, Marcel, draai even aan het rad. Draai ik aan het rad? Ja, doe even aan het rad draaien. Oh! Het rad is geruit. Gone wrong, gone bingo wrong. Bingo gone wrong. Oh nee. Oh shit, dat is de titel. Bingo wrecked. Maar Peter, we nou, zijn dus toch allemaal aan bingo. Yay! Ik heb een nieuw nummer, het is gelukt. Hij heeft een nieuw nummer. Nummer 11. Nummer 11! Ja! Hey. Nice! Ja, dank je. Gezellig, hè? Ja, het is echt heel leuk. Waarom zitten jullie binnen? Want het is 40 graden buiten. Ach. Ik kom voor de regenboog. Nou, hij doet het. Aan het proberen, man. Cheers! Jongens, we zijn nog steeds op de vriendendag van Gamersnet. En we zijn aan het barbecue eindelijk.
Wie heeft er allemaal een borst? Jelte, waar is je borst? Nou. Jezus, jij ziet wit, jongen. Mamma man, dat is de zon. Dat is de zon, ja. Maar we zijn aan het barbecuen. De worsten liggen klaar voor alle lekkere, guitige jongetjes. Kijk, Marcel heeft een Yo-Kai Watch ding op. En hem zo. Van de zon, die is gangster. Dat is legaal. God, wat is zo'n ding toch handig, hè? Mama. Maar, wat is er nog meer te vertellen? Geen idee. Het is gezellig. We hebben bier, we hebben brood, we hebben pindasaus. Bier. Dat schijnt heel goed te werken bij worst. Bier ook nog eten. Even een total view, jongens. Even zwaaien. Hey! Hey! Daar zit ook nog. God, wat is het hier toch eigenlijk saai, hè? Wat een kudde. Hey Nick! Wat net een. Bijna ging heel Gamersnet Vriendendag helemaal fout. Omdat. Gone Sexual. Gone 360 No Scope. ML fucking G. Nee, er was een meikever. Zat in één keer hier binnen. Niet april, niet juni, maar mei. De meikever, inderdaad. Hij landde in één keer op mijn schouder. En toen ging hij hier een beetje rondvliegen. En weet je, de laatste keren dat wij een insect, een groot insect hadden op GenusQ, ging het alarm af midden in de nacht, waardoor van ik... spin. Ja, waardoor ik naar fucking GenusQ moest reizen. Dikke PC's, de special editions natuurlijk. Elke inbreker wil de special edition van Fallout hebben. Maar het was een spinnetje. Dus ik ga hem nog even opsporen. Hij is achter de detector geklommen om ervoor te zorgen dat hij het niet meer doet. Gaan we hem zo, denk ik, verbranden of zo, of verpletten. Het gaat in ieder geval heel lang duren. Want hij heeft een avond geruïneerd. Maar verder, het was een leuk avontuur. Jammer dat we niet wat echte inbrekers in elkaar mochten slaan. Hij is al buiten. Hij is al weg. Ja, en hij is al dicht. Hij is open. Hij staat achter een auto. Ik hoor hem tegen het hek. Het is een groot ding. Ja, echt groot. Het ding is, jullie hebben met Far Cry en shit al die insecten opgegeten. Waarom heb je hem nu niet opgegeten? Lijkt me wel leuk. Oh. Oh. Ze kan eruit vallen. Ah, oh, lekker man. Hij is groot en vers. Ja, dat is nummer 1. Daar de barbecue was nog warm. Plus hij leeft nog. Ik heb een ziel, Daan. Ik heb een ziel. Ik niet. Ik heb een rode baard. Oké, dat is waar. Je bent de duivel. Peter is er echt bang voor, maar Daan ook wel een beetje. Ja. Want fucking Jelte zit zo van, oh, hij zit hier op je schouder, Daan. En Daan was meteen, terwijl hij heeft een halve minuut heeft hij op mijn schouder gechilled. En het was mijn vriend. Je bent niet voor niks een bedrijfsherbalist. Ik ben een bedrijfsherbalist met een reden. De natuurboy. Hij is zo flauw. Jelte is echt, jij mag nooit meer op een vriendendag komen. Ik mag Jelte wel. Nou jongens, we zouden deze vriendendag tot 7:30 doen. Het is nu 21:15 en er is nog best wel een groepje die gewoon gezellig aan het natafel is. Het is een beetje nog. Maar we gaan er vandoor. Bedankt voor het kijken. Tom, hey, Tom. Yo, what up? Bedankt voor het kijken. Wat moeten ze allemaal doen? Je moet sowieso even liken als je op YouTube zit. Maar als je op Gamersnet zit, laat even een reactie achter. En laat ons weten wat je wil zien in de vlog. Ja, en vond je de vriendendag een leuk concept aan zich? Aan zich. En zou je er zelf ook een keer bij willen zijn? Laat het ons gewoon weten. Ja, lijkt ons assen. Thanks, hè. En cheers. Later. Tot snel.